Vandaag is de kunstexpo Doord begonnen in de Reeuwegal. Het aantal deelnemers kunstenaars is enorm, maar liefst 63 kunstenaars presenteren en verkopen hun kunstwerken. Je kan hier van alles verwachten, zowel prachtige schilderijen als keramiek, als brons, maar ook sieraden met juwelen en bijoux, hoeden, tassen, verzin het maar, alles is present. Houtkunst wordt ook gedemonstreerd en mensen zijn vanuit de regio, uit Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, maar ook uit Sneek, uit Nijmegen, uit Duitsland en uit België. Dus het is een internationaal gezelschap. Ja. Dus ik zeg maar even op over mijn kunstboek. Ja, die gaan we. Wat voor kunst maakt u? Ze noemen dit lyrisch abstract. Oké, kan je wat daarover uitleggen, heel kort? Nou, het is, wat ik doe, ik ben eigenlijk een realisme schilder. Ik schilder daar de realiteit. En ik maak composities van textiele materialen, metalen, draden. En die schilder ik dus exact na. Okay. En dan krijg je hele wonderlijke effecten. Dus mensen weten meestal niet dat ze zien. Maar als ik het uitleg, dan zeggen ze, oh ja, ik kan wel zien, nou zie ik waar het over gaat. Oké, De expo is vandaag tot 16 uur te bezoeken.